publiceerde toen je boek Geen Gewoon Indisch Meisje. En de documentaire Het Land van Mijn Ouders. Was er een aanleiding toen, in die jaren, heel specifiek in die tijd? Waarom je... Als een essentieel verschil. Ja. Want ik heb 10 jaar over het boek gedaan. En ik was toen, 1983, zou ik in augustus 31 worden, dus ik was 30. En het kwam uit in januari, maar het boek lag er al heel lang af, manuscript. Ik had al veel meer gepubliceerd. Mijn uitgevers, want ze begrepen hem niet. Ze zagen het nut er niet van, ze vonden hem goed geschreven. Maar hadden liever dat ik hem zo over de rest al wilde weggooien. En dus dat was reden om te zeggen van nee, dit boek en anders geen boek. En dat heeft vrij lang geduurd. Dat heb jij gezegd, hè? Van dan doe ik het niet. Dan laat ik het vooral liggen tot op dat moment er wel is, dat ik het zelf kan doen. Ja, ik was niet van plan om dat te gaan schrijven wat ze wilden dat ik ging schrijven, in ieder geval. En het was juist heel erg moeilijk, want de film, de documentaire Het Land van Mijn Ouders, is eigenlijk ongeveer hetzelfde verhaal. Ik wilde die documentaire ook al 9 jaar eerder maken. En dat kreeg ik niet van de grond. Niemand zag het nut ervan. De Raad van de Kunst zeker een keer van dat ik niet bij hun moest zijn. Want het was iets voor minderheden, dan moest ik naar de minderhedenpot. Bij de minderhedenpot zeiden ze nee, Indische mensen zijn geen minderheid. Dus je moet bij de Raad van de Kunst zijn. Zo hebben ze me een aantal jaren heen en weer gestuurd. Ik ben blijven proberen. En wat mij ook gezegd werd, was dat het geen onderwerp was waar het Nederlandse publiek in geïnteresseerd zou zijn. Dus ik zie het alleen maar als heel hard werken, 10 jaar lang, om uiteindelijk, in 1983, eindelijk te mogen. En ik weet wat geholpen heeft, dus ik heb ook al die jaren research gedaan, is dat ik op een dag, toen net weer mijn documentaire was afgewezen, toen, denk dat het een maand of zo was, dat ik daar heel dankbaar en depressief van was. En toen dacht ik, ga hem gewoon maken, toch maken. En ik betaal het dan wel zelf. Dus van het huishoudsgeld weer ben ik gaan filmen. En toen werd ik opgebeld door een tv-iemand. Die had die opdracht doorgekregen, want zijn baas was ook in die Raad van de Kunst gezeten. En mijn film zou niet doorgaan. Of ik maar eventjes wat tips kon geven. En die heb ik niet gegeven. Ik zei, ik maak hem toch. Toen werd ik opgebeld door Tessa Polman. Van Vrij Nederland. Van Vrij Nederland. En die zei dat ze een heel kleurkatern ging wijden aan de Indische mensen. En ze zou het leuk vinden. Ze had gehoord dat ik overal was afgewezen met mijn documentaire. Of ik haar mee wilde helpen. Ze zou mijn naam ook vermelden. En daar heb ik aan toen een dag lang al mijn researchmateriaal, telefoonnummers en mensen meegegeven. Nooit meer iets gehoord, maar op een gegeven moment kwam dat blad uit. En er stond natuurlijk mijn naam niet in. Maar het heeft mij toch geholpen, want de uitgever waar mijn manuscript al maanden lag, zonder dat hij het ging lezen, dat, maar had het wel zien liggen, dat was uitgeverij De Knipscheer, die kreeg dat kleurkatern ook in huis en die dacht, hey, wat lees ik daar? Zijn er meer dan 200.000 Indische Nederlanders naar Nederland gekomen? Nou, al zou daar maar 1% van lezen, nou, dan heb ik een bestseller. Dus zag ik niet daar in die stapel manuscripten die ik dan moet lezen ook iets over Indisch? Die moet ik schouw oppakken. Maar die vond het een indrukwekkend boek en daarom is het in 1983 uitgegeven. Het heeft een lange tijd geduurd, dus... Ik was eigenlijk helemaal niet Indisch. Ik was uit het nest gevallen. Ik was een koekoeksjong. Want vanaf het begin maakten ze mij al duidelijk dat ik helemaal geen Indisch was. Wie? De omgeving. Ja. Mensen op straat, mijn ouders, vooral mijn vader. Mijn vader hoger, zou ik niet doen nou, ik vallen bij les uit. Dus ik dacht, ik hoor alle die vibraties op mijn weefsels loslaten. Dus ik was ook niet met Indisch bezig. Toen werd ik op een nacht wakker. Niks voor mij hoor. Ik slaap als een os. Verslapen leven bijna. En er zat een stuk tekst in mijn hoofd. En dat was een stuk Scherven van Smaragd, mijn eerste boek. En toen dacht ik, nou ja, morgen, ik ga nu slapen. Ik kende mijn burgerplicht, ik moest lesgeven. Dus ik dacht, ik ga dat nu negeren. Maar het hielp niet, toen ben ik in een half uur aarzelen toch uitgegaan.
toen ben ik dat stuk wat in mijn hoofd zat gaan schrijven, zonder eigenlijk precies te weten waar het over ging. En dat is zo een aantal nachten op rij gegaan, verdeeld over een periode. Toen kwam ik natuurlijk ook Tessel Polman tegen, want ik schreef in het Vaderland. En dat Vaderland was vlak daarop was het verdwenen. En dan ging het over de kop. Ik denk, oh, ik hoop niet dat het mijn slechte invloed is geweest. Of jouw slechte invloed, wij vertelden er allebei. En nou, toen had ik het er al over gehad. En door haar, door Tessel Polman, werd ik ook verder gestimuleerd. Want de eerste helft heb ik dus half slapend gemaakt. En dacht ik, ochtends, of weer een aan toe kwam, ook in die speel. Niemand. Ja, mijn ouders. En een paar neefjes en de kinderen uit de klas. Altijd twee bedeesde kinderen in de klas. Het feit dat de media daar zoveel aandacht aan gaan geven, maakte in jou wat los dat je dacht, ik ga schrijven? Ik was al aan het schrijven. Ja, ik was eigenlijk de tweede generatie, kennen elkaar. Ik zat gewoon op een eiland en ik werd wakker en ik schreef over Kant. En ik schreef was er niets om te lezen om je mee te identificeren. Dus als je op de middelbare school zat en je moest boeken lezen, dan ging het. Voor mij was het in ieder geval toen ik ging schrijven dat ik dacht. Ik schrijf in die trant door, want ik was nooit beloond op mijn Indisch zijn. Als ik over Indisch zijn schreef, dan stonden er rode strepen door mijn tekst. Want dan die dialogen klopten niet, het was geen goed Nederlands. Dus je leert eigenlijk om dat eruit te filteren, dat Indische, en dan algemener te schrijven. En er kwam een dag dat ik besloot, dat doe ik niet meer. En dat is geweest met Matthew Jan, maar dat heeft ook een ontzettende strijd opgeleverd bij mijn uitgever. Om te zorgen dat het boek dat mocht komen. Ze hadden liever weer een boek over een gewoon meisje. Alleen de opmerking al, een gewoon meisje, maakte dat ik dus die roman geen gewoon Indisch meisje wilde schrijven. En ik denk dat dat iets is wat bij auteurs natuurlijk wel veel duidelijker is als je besluit van nou, ze raden het allemaal af, maar die achtergrond die moet ik meenemen, want ik wil gewoon vanuit de buik schrijven, zoals ik ook denk dat een auteur zou moeten doen. Maar de tijd was ook rijp, omdat ik toen ik studeerde merkte ik het al dat medestudenten die Indisch waren, die hadden veel meer moeite om mee te komen als dat Indische van hun. En dat merkte ik ook op de kunstacademie via vrienden. Omdat dat Indische, dat moesten ze op een manier zien weg te moffelen, anders redden ze het niet. En die andere Indo's die daar heel goed in toen staat waren, die ook altijd zeiden dat ze geen Indo waren, of dat ze maar 1/16 of een kwartje Indisch waren. Dus dat, en zich zo Nederlands mogelijk gedroegen en dat ook heel goed konden. En dat was wat mij fascineerde. Hoe moest ik mijn boek schrijven? Maar als ik eerlijk ben, zoals jij begon, ja, ik begon ergens op reis in Zuid-Amerika. Dat is niet gek dat ik daar begon, omdat ik zag daar de koloniale verhoudingen. Die zag ik daar ineens haarscherp. Dat kon je wel overlezen, maar dan, ja, dat was geschreven door Blanda Zenebe. Maar daar voelde je gewoon hoe Indiaanse vrouwen werden behandeld door hun mestiese man of door hun Spaanse van origine man. En hoe die kinderen waren, ze schaamte voor die culturele achtergrond. En dat was ineens, was dat een soort, hoe zeg je dat? Jij hebt daar zulke goede woorden voor, Pamela. Een collectief schaamte of zo, schaamtegevoel dat naar boven kwam. En van daaruit. Ja, we hadden het over, is er eigenlijk een, hoe is de tweede generatie begonnen met zichzelf te zijn en naar buiten te komen en zich te presenteren. En ik denk, ik vind het heel interessant wat jullie vertellen, want het heeft, alle twee zeggen jullie, nou het heeft een veel grotere aanloop eigenlijk gehad dan alleen maar één moment. En ik denk ook dat de presentatie van de tweede generatie, wat jij ook zegt, de tijd was rijp. Er is eerst een hele tijd in Nederland geweest waarin er absoluut niet over het Indisch verleden en over de koloniale tijd werd gepraat. Iedereen stopte dat maar weg, zowel op het publieke terrein, in de Indische huiskamers natuurlijk absoluut niet, maar op het publieke terrein wel. En opeens kwam daar meneer Hütting op de televisie, die begon over oorlogsexcessen. En dan zie je groeide op met, in een heel ander context als in Indië. Wij zijn opgegroeid in een soort assertiviteitstraining, van de recht voor zijn rapen. Cultuur, zoals ik het maar altijd noem. Dus, en ook een activistische achtergrond hebben heel veel tweede generatie genoten. Dus dat heeft allemaal meegespeeld om zichzelf te presenteren. Die anders tijd. Dan wanneer je in de provincie bent opgegroeid. En ik ben heel erg in het
Indische milieu opgegroeid. Dus de ouders gingen bij de andere familieleden altijd logeren. Op vakantie gingen we niet, maar vakantie was bij je oma logeren. Of bij een tante, ook Indisch. Ik kwam eigenlijk nooit bij Hollandse mensen over de vloer. Die kwamen wel allemaal bij ons, de kinderen althans. En mijn moeder was heel gastvrij. Die ging even in zoveel tijd kookten ze voor de Hollandse dames van het dorp. En dat deed ze met drie Indische vriendinnen. Dan waren ze dagenlang aan het koken. Maar anders kwam ik niet bij de Hollandse mensen thuis. Dat gebeurde pas heel sporadisch. Ja, ik kwam dus op een verjaardag en ja, dan keek je ogen uit. Dat is eigenlijk pas op de middelbare school. Ik ben dus met een meisje mee ging om wat te eten. Meestal was de moeder er dan niet. Dus dan het eerste vriendje. Nou, dat is ook toch wel een heel specifieke situatie als je als Indisch meisje bij de Hollandse familie binnenkomt. Want dan word je ook niet echt, dan gaan ze ook allemaal anders gedragen dat er nou ineens zo'n Indisch meisje binnenkomt. Dus het duurt heel erg lang voordat je überhaupt dat milieu leert kennen. En je kent eigenlijk alleen maar, je leeft dus wel op school. En je kent, wat is de jaren 60, je kent het uitgaansmilieu. Dat is niet Nederland. Dat is een aspect van Nederland. En dat is wat andere activisten doen. Dan ga je je politieke mening vormen. Je gaat op allerlei punten stellingnamen doen. Maar zij, jouw leeftijdsgenoten, zetten zich af tegen een heel ander milieu dan waar ik in zat. En bij mij waren het gescheiden werelden. Ik noemde dat de binnenwereld en de buitenwereld. En mijn binnenwereld was ongelooflijk belangrijk. En alleen wist ik het niet. Want dat was ik, daar was ik uit gevormd. Pas toen ik ging studeren en ook meteen dus studeren, meteen samenwonen met een Hollandse jongen met wie ik trouwens nog steeds leef. Toen was dat natuurlijk een hele andere situatie. Dan is het heel gek, want je wordt intiem met iemand. Terwijl intimiteit, dat hoort bij die binnenwereld en dat hoort bij een wereld van blikken. Van bepaalde dingen nooit uitspreken. Van, je moest hallo's zijn. Dat Nederlands was kassar. En dat is je met de paplepel ingegoten. Je mimiek, je motoriek is belangrijk. En ineens begrijpen ze dit. Wat ik vaak hoorde als student was van, je bent zo vaak en onduidelijk. Maar als ik duidelijk ben, stoppen ze in een rotje. Want ik had niet geleerd om dat op hun manier te doseren. En bovendien werd het dan te veel opgezouten, dus het kwam er ook veel te hard uit. Nou, dus dat proces als je studeert, dat je ook feestjes. Ik ging voor het eerst. Ben ik voor feestjes hadden. Ik snapte niet dat ze dat feestjes noemden, want feest was bij ons zo'n Indische gemeente, zo'n slammatam. En dan kom je ineens op een feestje met een stel van die mensen van eigen leeftijd of verjaardag. En het was al veel te donker altijd. Veel te donker. En iedereen zat op de grond zo helemaal suf, of aan de dop of aan de alcohol. Dat waren twee dingen die ik van huis uit niet kende. Dus het is een hele grote cultuurschok om te gaan studeren volwassen te worden. En dat is dus ook niet gek dat mensen als ik dan opeens teruggrijpen naar wat ze dan uit hun jeugd hebben proberen vast te houden, wat ze niet meer vast willen. Want ze willen ook niet mee naar die slammetans van jou, ze willen ook niet mee naar die Tegal en Jakarta-reunie. En je wil ook niet op de Batavia-reunie. Oh, je wil ook niet mee naar die Indische feestjes waar je naartoe gaat. Dus dan kom je in een soort van niemandsland terecht. Dus tussen twee, letterlijk tussen de wal en het schip. En als je dan erg bewust bent, zoals ik, en als je dan toch wat schrijft, dan denk ik dat het helemaal niet gek is dat dan die pen vanzelf gaat en dat je s'nachts wakker wordt. Nou, wat leuk zeg. Dat woord cultuurschok vind ik zo leuk van jou. Wil ik even overnemen. Ik ben er wel dat half slapend dat boek had gemaakt. Bekend adres, weet iedereen. Prins Maurensenaam in Den Haag, nummer 36. Daar zat dus Lilian Bussel, want Charlie Robinson zat er al niet meer. En dat was haar, en toen belde zij op en ze zei, nou, ik kan haar accent niet nadenken hoor, ik ga er niet aan wagen doen. Maar ze zei, een hele sterke stem en dat accent, zei ze van, dat was geen spaal tussen te krijgen. En dat was, alle woorden klopten en dat was precies wat ze zocht en wat ze nodig had. En dat was het antwoord op al die mensen van de eerste generatie waar Charlie zo hard had moeten drukken. Daar kwam er eindelijk een reactie waar ze wat aan had. Ik vind het heel lief, hè? Ze heeft nog steeds de cover van dat eerste uitgaafreisje aan haar muur hangen. Sindsdien. Maar de cultuurschok was, toen stond ik opeens in de Prins Maurensstraat in het Indisch, in het Walhalla van een Indische. Ik had niet door die schok, want langzaam keek ik recht in het gelaat van Rogier Boom. En dan zat je daar, die moeson, de redactie zat daar. En ik zag de kinderen van Lilian Bussel, die liepen daar ook in en uit. Dat was voor wel apart, die oude kinderen die maar bij mama in en uit liepen.
wij liepen eruit, wij liepen eigenlijk gewoon binnen, thuis. Dat leek ons veiliger. En toen was er opeens ook Koos Versteeg. Koos, ben je er? Koos. Is Koos er niet? En op het moment stond ik daar met Koos Versteeg op het lange verhaal. Echt een Haags verhaal. Want die vond het ook een... Ook van een in de hakenstek. Ja, dus ik kan heel, heel, heel direct kwam die Indische wereld opeens binnen. Terwijl ik daar als, ik denk, nou ja, als het natuurlijk wel beginnen, kom je uit Japan of China, weet je wel, net als in Indonesië, lang op Sumatra. En dat is een hele levensovergeven. Ja, ik zie het niet zo, maar ik ben gewend aan mezelf ondertussen. Maar ik weet nog wel dat mijn vader, ja, hij kan er ook niet aan helpen. Ik geloof, mijn vader is zijn hele familie verloren in de oorlog. Als een boer. Wat was voor jou het moment dat je meer generatie bent? Ik ben pas laat Indisch geworden. Zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk een. Ik heb het wel eens eerder verteld. Het was in 1992. Toen ben ik gepromoveerd. En ik promoveerde op. Absoluut niet een Indisch onderwerp. Het had wel voortdurend te maken met. Nog niet daar zijn of al ergens anders zijn. Maar. Het was een periode tussen. Dat ik mijn onderzoek af had en had geschreven en dat, dat ik mijn proefschrift moest verdedigen, stond ik voor mijn boekenkast en ik zocht een boek en ik zag opeens dat er allemaal Indische boeken in die boekenkast zaten. Echt, dat was me nooit opgevallen, het was me helemaal niet opgevallen dat ik die had gespaard of dat ik ze had. En, maar opeens zag ik die hele kast vol met Indische boeken staan. En toen wist ik ook opeens wat mijn volgende onderwerp was. Alles viel samen, mijn familiegeschiedenis, mijn liefde voor verhalen en mijn liefde voor theorie ook. Dus toen ben ik mij gaan interesseren voor mijn achtergrond en waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Nou was het in 1983 in Paradiso. Hoe zat er tussen de twee stromen? Hè? Van de Moesson verdedigend ten aanzien van de eerste generatie en Nines. Oh, ik wil iets zeggen hierover. Want zij komt van de Moesson. Nou, die werd dus echt helemaal opgevangen in de cultuurschok. Van, met de aandacht en door hen zelf uit te geven. Terwijl ik met mijn boek Geen Valies Meisje werd uitgespuugd. Ik werd zwart gemaakt. Het staat in één hetzelfde nummer, geloof ik. Ik heb beide recensies. Ja, ik werd gewoon voor rond de vis uitgemaakt overal. En als ik ging signeren, door en kwam zo'n een van zo'n die oude dametjes, ook door jouw mevrouw Michelle natuurlijk. En ja, maar wacht even met Wies, hè. Daar kunnen we ook nog wel wat van vertellen. Ik ben alleen bij de thuisgeweest. Ik had deze mensen thuis geweest omdat ik ze wilde leren kennen en horen wat zij dachten over het Indische. Ja, dat is wel heel dapper. In verband met mijn documentaire. Maar wat betreft dus het effect van mijn roman was de eerste generatie. Ik bedoel, ik had niks tegen die eerste generatie. Ik was gek op mijn ouders. En het was helemaal niet om me af te zetten. Het was heel duidelijk aan een stem te laten horen die dat niet had geklonken. En die stem die werd duidelijk niet gewaardeerd door de grote groep die altijd de juiste stem had mogen voeren. En ik heb meegemaakt dat ik bij een signeersessies in het Bijkorf in Den Haag ook, dat er dametjes van deze eerste generatie die ik niet ken, langskwamen om mij speciaal mijn gezicht te spugen. Ik heb gehoord dat er schoonheidsmiddel is. Ja, Lilian Ducel was echt, was niet zo voor altijd en eeuwig dan de trouwe aanhangster. Ik bedoel, zodra je een bladzijde met iets van wat naar seks zweepte in je boek zette, dan werd je dus ook eigenlijk bespuugd. Dat is mij ook duidelijk verteld. Een Indische meisje doet niet aan mij. Indische meisjes doen niet aan seks. Ja, dat is zeker. Maar je was gebleven bij Nines. Bij Nines, precies. Want die hadden ze er ook fel uitgelaten, hè, tegen die eerste. Wat mij duidelijk werd, is dat gewoon dat die Indische generatie niet één pot nat was. Ik bedoel, Lilian die was weer heel iemand anders dan mij. Wat helemaal niet specifiek Indisch is, maar een volgende generatie zet zich altijd af tegen een vorige. Ik lees Theodore Roman, ik krijg prachtige boeken, weet je, dat conflict tussen generaties. En ik denk ook dat het logisch is, de eerste generatie heeft absoluut een hele andere tijd geleefd dan de tweede
En die hebben hele andere belangen, hele andere verlangens dan de tweede. En nou, elke generatie heeft gewoon zijn eigen presentatie, belangen en obsessies. Maar jullie zijn net al in de Nieuwsen, dus een krant die al lang weer bestaat uit Den Haag. En daarin zeg maar, schijn jij gezegd te hebben, de ouderen schrijven over zaken die ik niet herken, aan de jongeren erger ik me vaak. Het is vaak niet echt Indisch. Charlie is een uitzondering. Dat is een Indo die ik herken. Ben je met jouw werk ook, kun je ook laten beïnvloeden door zijn standpunt van dat je kun je zeggen, de eerste generatie was misschien het thema assimilatie. En Charlie zei assimileren, die zei integreren met behoud van eigen cultuur. Jij liet je daardoor inspireren? Ja, niet door zijn. Ik was eigenlijk niet zo van Charlie's uitspraak. Ik vond zijn manier van vertellen heel leuk. En ook zijn eigen wijsheid en dus niet zozeer aanpassen, maar juist heel bravoerig om de kwajongen blijven uithangen. Dat sprak me aan. En, maar ik weet niet, dit heb ik volgens mij nooit zo gezegd, eventjes zo. Als het in de krant staat. Ja, en er staat er op 2 december 1982, ik snap dat niet, want mijn roman was nog niet uit. Ja. Maar ja, Charlie was thuis gelezen en die verhaaltjes die bij haar toch zeiden, dat was het Indische. En daarom vond ik hem leuk. En niet die andere soorten wat je ook wel leest, omdat dat verheerlijken van een koloniale tijd, want dat deed hij dus niet. Hij, dus dat. En dat verheerlijken van de koloniale tijd, dat stond mij erg tegen. En dat is wat ik wel heb over die andere generatie. Maar dat klopt wel, maar dat kan ik niet zo gezegd hebben op die manier. Want als ik aan mijn eerste generatie Indo's denk, denk ik gewoon in eerste plaats aan mijn ouders en aan mijn oma en opa en aan mijn ooms en tantes en die koestering. De stem vanuit Den Haag, daar heb ik nooit wat zoveel mee gehad. En ik denk ook dat Den Haag nooit zoveel met mijn stem heeft gehad. En dat heb ik ook wel altijd gevoeld. Ik ben hier niet. En ik ben ook niet betrokken geweest in dat Nines. Dat ken ik helemaal niet. Ik weet wel dat ze van alles deden. Maar ik ben ook niet een mens dat zich in groepen begeeft. Als ik ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik kan ook helemaal niet. Ik ben ook niet bereid om een analyse te maken van mezelf of mijn positie binnen deze ontwikkelingen. Maar. Wat je ook voorlas, jongeren ergeren me vaak. Nou, ik kan me wel ergeren aan dat je persoonlijke achtergrond tot je identiteit de probleem vanuit je. Dus ik vond het Indisch zijn geen probleem. En als je dat tot probleem gaat maken, ja, dat vind ik eigenlijk. Dan probeer je gewoon niet volwassen te worden. Dan wil je niet je verantwoordelijkheid voor je eigen leven oppakken. Want iedereen heeft een probleem en de een heeft dit en de ander heeft dat. Maar ja, gewoon maak het van je leven. Zo. En dat was wat me ergerde. Dus als het tweede generatie een probleem werd en dat werd heel vaak zo gebracht. En dat had Nines ook wel eens de neiging toe. Was ook wat heel sterk uit de kranten lezen is dat de Amsterdammers, de Amsterdamse Hollandse leven, de Indische soort. En het voelde eigenlijk ook aan als, ja, dit moet op. Dit moment gebeuren, dan is het een tijdsgeest. En jongens, ga je gang, loop naar de microfoon, ga maak je kwaad. Was blijkbaar van alles losgemaakt. Maar er was één plek en dat was inderdaad nogal chaotisch. En wat ik me herinner waren er een paar activisten die echt zo boos waren dat in Paradiso bedoel je? Dat denk ik dat het Paradiso lang. Ik weet echt, het is heel. Is blurrig, die periode van mij, want ik moest me overal maar verschijnen en ik reageerde allergisch op het feit dat ik dan een soort van als een schaakstuk zo naar voren, want dan stond ik voor iets en ik wist niet waarvoor. Dus, en ik herinner me in ieder geval één groot evenement waar heel veel boosheid was en de microfoons en dat ik hem ook wel eens in mijn handen kreeg en dat ook iemand van mij wilde horen dat ik ging vertellen dat ik door mijn vader geslagen was en afgerand was. Mijn vader heeft mij nooit met een vinger aangeraakt op die manier, en nooit zelfs nog niet een tik gegeven. En dat me dat werd opgedrongen, ik moest dat toegeven en dat iemand heel boos werd en ik hem ook toegaf. Alleen nu zit ik er toch nooit meer deel wilde nemen aan een forum.
Dus dat is wat bij mij is overgebleven van dit soort situaties wil ik nooit meer in terechtkomen. Ja, volgens mij hebben jullie ook nog op de Passamannen, toen Passamannen Massaar in het forum gezeten. Ook met Tessa Polman en andere. Dat was verschrikkelijk. Ja. Dat was de keer daarvoor volgens mij. Voor je dat Paradiso dan? Ja, zo herinner ik dat helemaal. En toen wilde Tessa Polman ook van mij horen dat ik Hella Haas een beetje voor Rotte Vis ging uitmaken. En daar ging ze naar mij naartoe en dat zei ik maar niet. En ze ging steeds erger proberen ons tegen elkaar op te zetten. En, en dat lieve vrouwtje naast mij, zo ben ik nu opgevoed. Dus ik heb wel mijn mening over sommige zinnen uit haar boek, met name één boek. Maar ja, om nou zo te doen voorkomen, dus dat vond ik verschrikkelijk pijnlijk. Ja, dat herinner ik me. Dat we van tevoren, nou ja, dat zet weet ik het weer. Van tevoren werden wij een beetje geïnstrueerd. Er moest wel een soort ruzietje ontstaan. Dat is een interessante discussie. Je moet wel naar een hoogtepunt toe gaan werken. Ja, de feiten waren niet belangrijk. Alsof wij nog altijd manipuleerbaar waren, want dat hebben ze natuurlijk. Ja, door Tessel Polman. Oh, ja. Ja. Tessel heeft jaren later, maar ze heeft al jaren later de excuses daar wel over aangeboden. Oh, maar niet toch? Ja, nou ja, dat was ook nog meer dan 20 jaar later. Oh ja, ja, dat is verlopen dan. Ja, maar ik vind het zo leuk dat uiteindelijk over je top zit en dat er die herinnering opkomt. Want dat was in Paradiso ook al zo, dat je denkt, dat ik dacht, met die buik en ik was onder de hormonen, dat ik dacht van, ja, maar wat hier gebeurt is een beetje over de top. Ik geloof niet dat die mensen uit hun eigen kern reageren, vanuit hun diepe eigen mening. Maar nou is lekker, go on the flow en ga ook eens in die microfoon schelden. Dat is iets wat je niet aan mee wil doen. Ja, maar ik begrijp het nu wel. Ik begrijp dat er heel veel jongeren geweest zijn die niet hebben begrepen waarom. Hè, vaders met kampsyndromen, met veel onverwerkte ellende. Want er was natuurlijk ook voor de eerste generatie geen plek om dat te verwerken. Er was geen gelegenheid om te verwerken wat ze hadden doorgemaakt. En die woede over hoe ze behandeld waren. En dat, er was opeens een plek waar dat wel allemaal gezegd kon worden. En dan vonden ze mij een afvallige dat ik niet ook mee ging roepen dat mijn vader me geslagen had. Dus ik snap wel gewoon waar het allemaal vandaan komt. En het betekent gewoon dat er te weinig plek is geweest voor eerste generatie om de weinig gelegenheid. Dat dus een heleboel verzaakt is door de regering. Dan te weinig identificatiemogelijkheden is geweest voor de tweede generatie, want er mocht ook niks op tv. Nederland was doodsbang van wat het allemaal wel niet zou kunnen oprakelen. Nee, ze hadden dat met de Molukkers al meegemaakt, maar stel je voor dat die inmiddels ook nog gekke dingen gaan. En die angst, die kreeg ik ook te horen als ik met een filmproject kwam, want ik had geen afstand tot het onderwerp, ik was Indo. En dan kon ik geen film maken over Indische mensen, want wat zou dat wel allemaal niet kunnen oprakelen? En waarom wil je dat allemaal oprakelen? Die zinnen kwamen steeds terug, dus dat zegt iets over die angst. En eigenlijk hadden we natuurlijk wel allemaal moeten oprakelen, al in de schooltijd, lagere schooltijd, middelbare schooltijd, hadden we hierover moeten praten. Want dan had in ieder geval die ene keer daar in Paradiso niet iedereen zo hysterisch zitten doen. Ja, we hebben daar toch een aparte cirkel gemaakt, want dat is nou precies wat er niet kon praten. Praten was het allerlaatste wat kon. Dat kon echt niet verteld worden. De kinderen zelf vertelden ook niet, hè. Als er dan twee Indische kinderen in de klas zaten, nou, ik had een beetje de houding naar. Ik zat er toch een beetje van, zo, ik ben er, maar helaas. En ik durf net zo te kijken, maar dat is het dan ook wel helemaal. En als er op de PA, er was ook nog een jongen met een Indisch accent. Nou, die kon zichzelf al door de gehaktmolen halen als je die... Zo erg was het eigenlijk, zo weinig uitdrukking. Ja, heel erg zo naar boven te halen. Dat is voor mij een moeilijk boek geweest om te schrijven, om de juiste vorm te vinden om dat te vertellen. Dat is bij Indische kinderen verspreid over heel Nederland. Ik denk dat ze het in Den Haag een stuk makkelijker hadden. Als je goed je best deed, en de Indische kinderen waren gelukkig en vaak heel goed in sport, dat scheelde ook al, nou, dan, en je had hoge cijfers, dan redde je het wel en dan willen ze ook allemaal wel met je bevriend zijn. Maar als je nou net niet zo'n levend lichaam had of je leerde niet zo makkelijk, dan was je de klos. En die kinderen werden verschrikkelijk verpest, dat moet je niet onderschatten. Zo was er een meisje ook bij mij in de klas en er waren meerdere Indische bij ons, omdat wij in een vliegdorp zaten, dus waar veel militairen zaten, dus veel Indische. En ik kan ze nooit vergeten dat dat kind er littekens liet zien. Ik was een tijdje van school geweest en er littekens liet zien op haar benen.
het was verschrikkelijk. Als er een zware verbranding moet geweest zijn, dat was niet om aan te zien. En want haar vader had weer eens, was niet de eerste keer, hete soep over haar heen gegooid. Waarom? Ja, hij was kwaad. Nou, hij deed ook altijd met haar, had ze op de andere kant nog laten zien, met een hete pook sloeg hij er ook altijd. En dan ben je een kind van 10 en je hoort dat en het is een Indisch meisje. En je ziet die andere kinderen die niet Indisch zijn, zie je zo naar jou kijken zo van, nou doen ze dat bij jullie. En dat is een hele gekke situatie, omdat het is vergelijkbaar met, maar het is dus gewoon veel erger, veel groter. Als jullie zitten met je handen aan de poep, ja, je zit met handen aan de billen met water, dat heb ik gehoord. Nee, dat stept wel schoner. Die discussies die je dan voert als je 9, 8, 9, 10 jaar oud bent. En dan moet je je cultuur verdedigen, maar eigenlijk weet je de argumenten niet. Want daar ben je nog te veel kind voor. En dit dus ook. Het enige wat je kan besluiten is misschien niet te veel met dat meisje omgaan. Want dan gaan ze denken dat mijn vader ook met die kachel, heet de kachelpook, te keer gaat. Dus kinderen worden daar eigenlijk al opgezadeld met nemen van beslissingen. En worden verantwoordelijk gesteld voor hun cultuur. Omdat er eigenlijk te weinig opvang is. Ja, voor een cultuur waar ze dan zelf ook nog niks van weten, omdat er iets verteld is. Dat komt er dan ook nog een keertje bij. Jij vertelt daarin, ik denk dat het Indië uit de verhalen van mijn ouders en hun vrienden en kennissen een deel van mezelf zijn geworden, van hoe ik me voel. Ik zie mijn Indische identiteit als sterk verbonden met de verhalen van mijn ouders en met het beeld van Indië in de Nederlandse literatuur. Mijn Indische identiteit is een aspect van hoe ik me gedraag, van hoe ik handel, nadenk over de dingen, naar anderen kijk. Kun je dat toelichten? En is het, ik weet niet of dit voor anderen herkenbaar is ook, en wat is nou, het eigen? Wanneer was dat? Dit is... Ik denk... Ik denk, we hebben het steeds over de tweede Indische generatie, maar ik denk dat daar natuurlijk heel ontzettend veel grote verschillen tussen verschillende mensen zijn. En dat iedereen een andere opvoeding en anders opgegroeid is en daardoor een andere volwassen is geworden. Ik denk dat Indo's twee dingen gemeen hebben, slechts twee. En de ene is het land van herkomst. Op de een of andere manier komen voorouders er vandaan. En de tweede is verhalen. En die verhalen die zijn verteld in de familiekring, of niet. Maar er worden natuurlijk ook ontzettend veel verhalen in de grotere Nederlandse cultuur over Indië verteld. En ik denk dat je heel erg beïnvloed wordt door die verhalen. En dat die verhalen ook jouw eigen verhalen beïnvloeden. Mensen denken altijd dat herinneringen heel persoonlijk zijn en heel uniek. Maar ik ga ervan uit dat herinneringen eigenlijk altijd... Nou ja, wat Marion ook al dat woord noemde, vanuit een soort collectief geheugen komen. Dat je eigen herinneringen, ook al omdat anderen woorden aan geven, beïnvloed worden door de herinneringen van anderen. Ik lees jullie boeken en ik krijg mijn verhalen over Indië en mijn verhalen over mijn achtergrond, die worden anders omdat ik jullie boeken lees. Geïntegreerd in het geboorteland Nederland. Wat hebben jullie bewaard van het Indische en wat zouden jullie willen doorgeven aan een volgende generatie? Het is ijskoud, hè? Ik weet niet wat. Allereerst is het kleedje warm. Ik denk dat het bijna zomer is. Zal ik dan maar beginnen? Ja, beginnen. Okay. Ik heb vanaf het moment dat ik over mijn herkomst ben gaan nadenken en ben ik ook gaan denken over wat ik wilde overhouden, wat wil ik meenemen en wat wil ik niet meenemen. En je hebt eigenlijk, ik denk dat elk kind dat heeft, als hij opgroeit, denkt van nou zo ga ik het nooit doen, zoals mijn vader doet of zijn moeder doet, ga ik het nooit doen en anders. En dan sommige dingen vind je wel goed. Maar wat je goed vindt, dat sta je meestal niet meer stil. Maar wat je anders wil, dat weet je heel goed. En dat je ook jezelf vormt vanuit wat je in ieder geval anders wil doen. En weet je misschien wel niet goed doen. En ik denk dat
het pas veel later eigenlijk, als ik ben jong begonnen, een jong kind gekregen, dus er zijn een paar dingen die wil ik echt anders. En dat is, ik zal mijn kind nooit slaan. En ik wil altijd mijn eigen ik. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik wilde overhield van wat ik met mijn ouders heb gekregen. Dat is natuurlijk heel erg weinig. En aldoende ontdek je dat er waarden zijn die ik heb meegekregen, dat die werken. Omdat je met je kind, als je met je kind, vooral als je met je kind reist, en dan merk je pas van wat wil je eigenlijk doorgeven, omdat je moet reageren op wat je kind doet. Nou, en een van die dingen die ik echt wel heb meegenomen is het respect voor ouderen. Gewoon respect voor ouderen. Mensen hebben veel langer geleefd dan wij. En hebben veel meegemaakt. Dus ook al hebben ze misschien mis of zeggen ze iets onaardigs, maar oh je god, dat is ergens vandaan gekomen. Dus gewoon, behandel ze met respect. En sta voor ze op als ze ouder zijn of wat moeilijk te been zijn. Ruimte geven aan anderen. En ook respect voor andere culturen. Gewoon, we hoeven niet allemaal hetzelfde te denken, niet allemaal te zijn. En dan weet ik dat mijn moeder dat meegaat, mijn oma dat meegaat, mijn opa. Mijn vader was van spreken, mijn vader was gewoon zo. Dat je, die zeiden altijd, ja, we hebben met zoveel mensen geleefd. Arabieren waren, de Javaan deed zo, bij de Chinees moet je zo, bij de Hollander moet je zo. Dus, nou, en dan wisten ze precies hoe ze dan, als ze daar bezoek waren, hoe ze zich moesten gedragen. Dus dat je, en dat, door dat te vertellen, weet jij ook als je ergens komt en dat je moet kijken hoe zij is. En dan doe ik dat ook zo. Ik hoef toch die mensen ik ben ook een gast in zo'n land. En dat heb je dan ook, dan geef je mezelf ook in het land zelf. Dan denk je, ja, zij doet zo, laat ik het dan ook zo doen. Dat lukt niet altijd. En zoals ik zo even eerder in het gesprek zei, je dosering zal niet altijd perfect zijn, in tegendeel. Maar als klaarblijkelijk mensen elkaar altijd recht in het gezicht zeggen wat ze van elkaar vinden, dan moet ik dat ook maar doen. Alleen moet ik nog leren wat voor gezicht ik erbij moet trekken. Want als je dan nog boos kijkt, omdat die blik zo belangrijk is bij Indische mensen, dan vertel je het alleen met de blik. Maar de blik en de woorden samen, dat kan hard aankomen. Dus dat leer je allemaal. En wat ik mee wil nemen is eigenlijk het mooie van thuis. Maar eigenlijk de rijkdom is om meerdere culturen te hebben. Dus proberen van al die verschillende culturen het mooiste mee te nemen. En natuurlijk maak je fouten met dat gesprek voor. Kenmerken zoals gastvrijheid bijvoorbeeld. Ik vind mezelf helemaal niet gastvrij. Ik wil helemaal niet dat mensen in en uit mijn huis. Ik ben heel privé. Of de hechte familieband. Ik heb meer een hechting en een band met mijn vrienden dan met mijn familie. Maar ik zat over na te denken en toen dacht ik, nou, er is toch wel een ding. Ik weet niet of dat Indisch is, maar ik vind het heel moeilijk om mensen gezichtsverlies te brokkenen. Dus ik pas er altijd op en misschien heeft dat ook te maken met het respect dat jij bedoelde. Om op een bepaalde manier met mensen om te gaan, zodat ik ze niet, geen gezichtsverlies brokken als het mogelijk. Het is eigenlijk, sinds wanneer heb je dat dan? Ja, ik bedoel, heb je het op je 10e of op je 5e of op je 20e? Ik denk in je puberteit. In je puberteit had je dat al? Ja. Oh, echt? Ja. Oh ja, ik vind het heel mooi. Wat ik wil meenemen van mijn Indische ouders. Ik heb wel een hele leuke oma. Dat is dus die oma die al haar zoon was kwijtgeraakt. Hè? Achteraf ben ik daar. Ik heb zoveel bewondering voor mijn oma. Ik denk, ik wil de courage van mijn oma, van de stoelenkant, overnemen. Ze was heel Indisch. Dat werd mij dan weer door andere mensen vertellen hoe Indisch zij was. Want ik had niet zoveel referentiekamers daarin. En dat was de tijdperk van Lilian Dussel enzovoort. Die ecosysteem was nog niet aangebroken. Maar ik denk, die courage van mijn oma, ja, dat wil ik graag overnemen. Dappere Indische oma. Ik weet nog wel van haar. Ik ben wel gastvrij, maar als je een afspraak hebt, weet je wel, ja, wanneer moet ik anders werken? Ik moet op een slag slaan, ik moet de kosten verdienen. Ik kan je dan met mij niet zomaar nasi komen eten. Ja, dan ben ik gewoon aan het werk. Snap je? Maar wat ik wel vind is, ik voel wel een soort verrijking omdat het over het nou precies Indisch is. Zit je aan te stellen, joh? Dat gaat een jas aan.
Maar ja, ik weet niet zoveel van dat Indisch overneem, maar ik vind soms wel dat mensen... Ja, er kan ook wel zoiets hartelijks uit die Indische gemeenschap komen ze nu en dan. En dat vind ik weer niet zo makkelijk terug bij Nederlandse mensen. Ze hebben soms een recht door zijn hartelijke opmerking. Nou, daar kan ik van tranen. Weet je, dat is een heel enkele keer is dat. Want iemand in een boekenstal zegt, komt zo'n meneer naar me toe. En ik was dan eigenlijk een controversieel schrijver. Ik zou dan anti-zus en anti-zo zijn. Nou, dat ben ik helemaal niet. Ik ben meer een watje. Maar die man zei, kwam naar mij toe. Terwijl ik die naam had, zei hij tegen mij. Ik ben trots op u. Zo'n wereldvreemde man. En dat vond ik echt... Kijk, die speciale momenten dat die Indische mensen... Of de Indische mensen hun hart laten spreken. En dat ook uiten naar jou toe. Ja, iets wat ik zelf heel erg hard probeer om open te zijn en om vanuit je kerk te spreken en oprecht te zijn. Dat komt niet altijd zo fijn over, maar ik bedoel, ik vind het wel... Ik heb dat liever dan wat ik op tuin word gedaan.